Yo, we zijn weer terug met God Survival. Welkom, dames en heren. Ik heb hier even over na te denken. Ik heb natuurlijk een dagje dat het niet geüpload was, God Survival. Want ja, je kent het, hè, kerst en oud en nieuw en dat soort meuk. Ik had even tijd voor mezelf nodig, daar komt het op neer. En die tijd heb ik goed gebruikt, want ik heb ondertussen bedacht wat ik in de tussentijd wil gaan doen. Hier, op God Survival, voor alle duidelijkheid. En dat is niet niks. Ik zal het even stukje voor stukje proberen uit te leggen wat ik uiteindelijk wil gaan doen. Mijn idee... Even hakken. Hup. Mijn idee is om een extra portal te gaan zoeken. Extra diamonds te gaan zoeken. Want ik heb gelezen dat je met flarium en met diamant... Als je daar genoeg van hebt, dan kun je het laten condensen. En wat houdt dat nou weer in? Oh, ik moet even eten fixen. Nog bij eten. Zo. Ja, sorry, dan kun je vliegen. Ik maak niet eens een grap. Je kan oprecht gewoon vliegen dan. En dat gaat best wel cruciaal zijn in deze mod, denk ik. Net als met Epic Mod hebben we dat natuurlijk gedaan. Ja, dan kun je leuke dingen. Ik ben nog een beetje aan het uitvogelen hoe dit allemaal werkt met recipes. Nogmaals, waarschijnlijk cheat ik sommige blokken per ongeluk in mijn inventory. Ik flikker ze dan echt weg. Jullie zien het gewoon. Alles wat ik doe hier op het scherm, dat is wat ik doe. Ik doe niks buiten het scherm waarbij ik in één keer eventjes bepaalde dingetjes ga checken. Vind ik gewoon leem, vind ik stom, doe ik niet. En wat was dan mijn plan? Wat wil ik nou doen? Oh ja, tools. Schep. Hup. Let op. Kwa. Juist. Hebben we nog meer van die dingen? Hebben we nog meer dirt? Ja, hebben we. Mooi zo. Want dan kunnen we hier mooi extra tomato's gaan maken. Hey, hou op joh. Niet zo vervelend doen. Zo, dan er zitten weer gekke mobs zijn weer bezig. Dan hebben we dat gedaan. Dan hebben we de ho nodig. Die hebben we niet meer. Hebben wij geen ho? Oeh, die zijn ook wel best wel chill, joh. Oké, de ho is gone. Echt waar? Waar is dat ding? Is die hier? Ja, kijk. Ik was gewoon dom. We gaan al die dingetjes eventjes lekker wegdoen. Wat hebben we hier nou weer aan? Helemaal niks. Cobblestone. IJzer mag hierheen. Potjes mag hier bij de bende. Eieren hebben we ook niks aan. Hiervan weet ik nog steeds niet wat dan de hel ik ermee moet. Maar deze willen we ook even bewaren. Dit zwaard is, als het goed is, zwaar episch. Want volgens mij, als we even gaan zoeken. Hoe doen we dat met... come on, ik wil too many items. Hoe kom je daar? Oh zo, ja. Oké, let op. Ik heb condensed al even opgezocht. Sapphire sword. 11 attack damage. Flarium sword. On hit is burn. 29! Oké, ik moet Flarium hebben. Kijk, en deze is... Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Jawel, hè? Ja, dat zien jullie wel. Deze is dus... lets you fly als je de full set hebt. Nou, dat lijkt mij wel leuk. Dus Flarium. Dus dat is dit spul. Blauw. Ik heb een idee waar we blauw dat kunnen vinden. Die moeten we hebben. En anders moeten we gaan voor... condensed. Dat is deze. Heb je heel veel diamond voor nodig, volgens mij. Kun je ook vliegen. Maar is minder cool. We hebben... Oh, wat zag ik nou? Ik zag calcia, zag ik staan. Deze... Ik weet eigenlijk niet wat het doet. Zullen we eens even testen? Hi! Het doet gewoon best wel zieke damage, maar... Voor de rest geen leuk effect of zo. Oké. Als we eens even gaan kijken, wat voor spulletjes willen we nu? Want ik heb dus... Sapphire. En ik heb Shadium. We gaan nog even zoeken. Sword. Dit is Shadium. On hit freezes the target for 6 seconds. Ze hebben er nog meer voor. Dat is burn. En dit is poison. Nether. Oké. Withering beast. Holy shit. Calcia sword. Champion sword. Het klinkt allemaal, de ene klinkt nog toffer als de ander. En hellstone is ook een burn effect. Ik denk dat ik die shadium dan ga proberen te maken. Ik weet niet hoe. Maar we hebben vast hier shadium voor nodig. Ik denk sticks. Ja, en zometeen gaan we echt op pad, geloof mij. Kijk, dat werkt dus niet. Dan zal ik te denken, heel misschien... Oh, wacht, dat kun je zien, hè? Als je zo doet. Shadium. Kut! We hebben blokken nodig. Daar heb ik net niet genoeg voor zeker.
Nope. Ik mis er twee. Zie je dat? Shit. Oké, dus met blokken. Dan weten we dat. Hebben we niet meer van die oors? Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal geen oor. Nee, doen we niet aan. We moeten de shadium gaan zoeken. Maar ik weet niet eens meer waar het gevonden was. Was het spul uit de Nether? Nee, hè? Maar dat is dus een zwaard. Als we die hebben. En we slaan iemand. Dan staat die voor 6 seconden stil. En dat is natuurlijk altijd chill. Oké, even dit verder fixen hoor, jongens. Momentje. Hold your horses. Zo, dat was het plan. Hoppakee. Oh, we hebben nog twee. Zo, lekker groeien. Lekker je ding doen. Wij gaan, die kant maar op, denk ik zo. Want we moeten toch iets... Hebben we genoeg eten? Wat voor gear hebben we aan? Geen shit, hebben we... Full set is water breathing. Oeh, dat is jammer dat ik net geen full set heb. Kunnen we niet nog meer maken? Nee, hè? Oh, dat wil niet. Oké. Zullen we een sapphire pickaxe meenemen? Efficiency 10, hellstone. Hellstone, klinkt goed. Dan laten we de diamond hier. Want hoeveel diamonds hebben we? 9. Ja. Oké, wat we gaan doen is als volgt. We moeten bloks mee hebben. Gewoon doodnormale bloks. Want we moeten misschien wat hakken, misschien wat klimmen. Cobblestone. En... nog meer cobblestone. 2 stacks. Ik vind het mooi. Goed. Weten jullie nog dat we hier waren? En met hier bedoel ik in de Nether. Nether. Ja, dus een Nether. En dat het daar... dat ik eerst niet wist waar ik heen wou... Ik hoor allemaal weer beesten. Dit is allemaal weer niet best. Hoor ik. En hop. Hop. Auw. Okay, dit kan volgens mij een keer efficiënter. Ik weet niet hoe. Hop. Oh fuck. Wat we gaan doen is we gaan een trappetje maken. Zo. Kijk, de eerste volgende keer als we dan gaan. Doet het minder pijn. We gaan dus... Oh. Oh, that saved me. Very much. We gaan lekker die kant op. Want hier, toen ik in de Nether zat, kreeg ik in één keer een bericht, weet je dat nog? Van there has been spawned a Tyrannosaurus Rex portal. Nou ja, of in ieder geval een of andere portal. En toen dacht ik van, hey, maar misschien, als elke keer als je dus in een andere biome zit, spant er dus wel een nieuwe... Dat vind ik trouwens veel te link, doen we maar lekker zo. Spant er misschien wel iets nieuws. Dus... ik weet het, ik ben dood gegaan in deze de vorige keer. Beter zijn deze niet meer boos. Zijn jullie nog boos? Ik hou er tussen. Mijn hellstone pickaxe hou ik erbij. Jullie zijn... Nee, jullie zijn helemaal niet boos. Oké. Even eten van tevoren. Hier ging ik de vorige keer dood vanwege verbranding, weet ik nog. Laat ik dan zo slim zijn en de kist meenemen deze keer. Ik heb trouwens voor de rest totaal geen hart, maar hou mee. Epic. Daar gaan we dan. En... Don't kill me, please. Don't kill me. Er is hier helemaal niks. Zien jullie dat? Hier was mijn prachtige fort. Dus daar gaan we dan weer heen. Mijn fort de escort. Zie, hier stonden we. Het heb ik hier zitten hakken. En we kunnen een paar dingen doen. Oh, dat is trouwens nog best chill zo. Ik ben redelijk veilig, zie je dat? Er zijn al even van die derps daar. Hi derps. We kunnen helemaal die kant op. We kunnen zeggen, we gaan die kant op. We kunnen de grond ingraven. En ik zie ook daar verschillende soorten blokken, maar voor mij is dat helemaal niks. En... Oh god, daar komt hij weer hoor. Wat een man. Ja, je kan er nou niet meer bij. Ik heb daarvoor gezorgd. Of we gaan omhoog. Dat is ook een optie. En dat is een optie die we nog niet eerder hebben gedaan. Dus laten we gewoon zeggen, we gaan een keer omhoog. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ik heb nog geen bericht gekregen van, hey yo, er is een nieuwe portal, yo. Dat is op zich best wel... treurig. Hoe hoog zou dit zijn, precies? Schiet ook niet op. Is dit de enige pickaxe? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is een beetje een langzame pickaxe dan. Ik had gehoopt dat die een stuk sneller was. Ik ga gewoon lekker zo doen. En hopen dat er geen lava komt, want dan ben ik hartstikke dood. Alhoewel, ik heb wel even de tijd om gauw weg te graven, natuurlijk. Zo. Oh, koppel. Oh my freaking god, wat hoor ik nou weer? Ik weet wat ik ga doen. Ik ga deze hiernaast zetten. Dat als er in één keer een of ander slip... Hoor dat geluid! Wat is dat voor ding? Ga weg.
Ik ben hier aan... Oeh. Oké, nou opletten. Want dit is dus schijnbaar het randje... Juist! Dit is voor mij net als dat je in één keer dirt ziet, dan weet je dat je er bijna bent. Zie? Ah, we zijn bovenop. Oké. Okay. Oh my god, dat is hoog. Dit is mijn sneaky, ik ben bang techniek, ja? Maar... Portal is daar ergens. En dit is gelijk... Oh my god, dit is echt huge. Oké. Of die portals, als ze er zijn, die zitten ergens... Freaking in nowhere. Of... Oeh, dat is wel de hoogbergje. Laten we daar eens even gaan kijken. Kom. Kom, brug. Graven eens even door. Goed zo. Hoppakee. Hier gaan we omhoog. En ik zie nou al dat we stenen gaan nodig hebben. Dus graaf die rode bende maar, wat maakt het uit? Zolang er geen beesten zijn, vind ik het allemaal goed. Beesten heb ik een beetje een hekel aan. Vooral als ze je bijna one-shotten. Oh, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik vind God Survival een van de leukste dingen op te nemen momenteel. En dat komt voornamelijk omdat het zo lekker open en vrij is en dergelijke. Als er is letterlijk niks wat zegt van... Oh, cool. Hé, hey, als je het vuur omslaat, dat is alsof je... Oké. Okay. Nou, dan gaan we daarheen. Hebben we daar genoeg blokken voor? Ik denk het wel. Ja, want ik wilde zien niet naar beneden. Oké, okay, gaan we dan. Hup. Pop, dat, da, da, da. Dit is echt zo pussy tactiek wat ik doe, joh. Het slaat helemaal nergens op. Oh, die zijn er ook in één keer gespand. Oké, okay. En die. Oké, okay. Scout the area voor portals. Nee. Nee, ook niet. Nou, we gaan gewoon op de hoogste berg staan. Als we daar geen goed uitzicht hebben, dan weet ik het ook niet meer. Oh my god, we zijn er nog lang niet, Shrek. Iets anders waar ik geen rekening mee heb gehouden, dat geef ik gelijk toe, is hoe we ooit in godsnaam weer naar beneden komen. Of... Hoe weet die mother... Ik bedoel maar, een portal. Epic. Hoe wij die motherfuckers gaan verslaan. We kunnen in ieder geval zorgen dat we er overheen gaan. Dat is in ieder geval al iets. Hé. Hey. Dank u. Een beetje deze kant op. Kijken of die boos wordt op ons. Ik zal hier maar naar beneden flikkeren, joh. Ja, hij wil ons wel. Dat zie je gewoon. Je proeft het. En... Herobrine staat alvast voor de deur te wachten op mij. Nice. Daar gaan we dan. Ik hoop echt op het idee dat ik niet meer op de... Wat? Trouwens wel een heel vette mop, dat wel. Hij ziet er echt heel cool uit. Hij ziet er alleen zo boos uit, man. Jesus Christ. Laat maar raden, zodra ik hierop sta. Komt hij op me af? Ik vertrouw het van geen meter, maar ik wil naar die portal. Ja, het is goed met jou. Fuck. Oké, okay. Ik ga het gewoon proberen. Er zit daar zo'n beest. Zo'n Herobrine type. Ergens, toch? Oh my god, ik heb echt niet genoeg blokken zometeen. Hakken. Alles moet weg. Het staat daarop. Oh my god, overal van die beesten. Het wordt hier zelfs donker, zie je dat? Of komt het omdat ik zo hoog ben? 30 blokken, is voorlopig genoeg. Ietsje meer. Want straks ga ik door die portal en moet ik in één keer iets bouwen. Want oprecht, we gingen van de Nether naar deze. En deze is op zich een stukje pittiger als de Nether, al moet ik het eerlijk zeggen. Ik ga hier constant bijna dood. Zit hier helemaal niks? Oh, hallo, gekke beesten. Nou, oh, deze ziet er wel heel erg kleurrijk uit. Oeh. Ik zeg, we gaan ervoor, maar dat doen we de volgende keer. De volgende keer komen jullie erachter wat het is, en ik ook. Komen er samen achter. Vergeet even een like te doen, jongens. Morgen staan we weer een nieuwe God Survival. Heel erg bedankt voor alle steun tot nu toe. Laat de reacties maar komen met wat we gaan doen.
We gaan minimaal voor 100 afleveringen hiervoor. Want voor mij is dit zo'n grote mot dat ik hem lang niet af kan spelen. Dus alle suggesties van de toekomstige afleveringen. Zoals bijvoorbeeld praten over Milan. Bijvoorbeeld, kunnen we nog steeds een keer samen met Revé doen. Dat zij de muis doen en ik het toetsenbord of zo. Kan nog een keer mijn shirtje uittrekken. Zo. Kan allemaal. Maar laat het even achter wat we gaan doen in de aflevering. Volgende heb je geen flikker over te zeggen. Maar dan gaan we hierin. Bedankt voor het kijken, jongens. Abonneer even op DDC. En tot de volgende keer. Tot ziens.